weten jullie wie dit is? Nee, nee. Niemand. Nou, zeg maar even wie je bent en wat je hebt gedaan. Ik ben Judith Sargentini en ik onderzoek namens het Europese parlement de rechtsstaat in Hongarije. Dankjewel. Ik ben Arjen Lubach en ik ben fan van Glennis Grace. Judith Sargentini is in Nederland niet zo bekend, maar in Hongarije is ze een heel bekende Nederlander. Ze is daar namelijk bekend als staatsvijand. Maar hoe word je staatsvijand van Hongarije? Ik onderzoek namens het Europese parlement de rechtsstaat in Hongarije. Oh ja, precies, precies. Sargentini heeft een kritisch rapport geschreven over Hongarije. Hongarije is sinds 2004 lid van de EU omdat ze er heel graag bij wilden horen. En dat is ook leuk, want je kan dan handel drijven en je krijgt ook heel veel EU-geld en dat is fijn. Maar dat rapport van Judith Sargentini, dat is zo kritisch dat de Europese Unie nu strafmaatregelen wil nemen tegen Hongarije. En toen dat was besloten, kreeg Sargentini felicitaties van alle kanten. Maar ook echt van alle kanten. Oh, ik voel iets knakken. Oh, 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 oh. Maar niet alleen haar eigen collega's wil haar kop van haar romp trekken. Ook de Hongaarse premier is woedend over haar onderzoek. Dit is hem, Viktor Orbán. Ez a jelentés kettős mércét alkalmaz, visszaél a hatalommal, hatásköröket lép túl. Ezt a jelentést olyanok írták, akik alapvető tényekkel sincsenek tisztában. Oké, okay, volgens Orbán heeft Judith Sargentini, onze Judith, Jutje, Tini, haar feiten niet op een rijtje. Maar wat heeft Judith Sargentini, Hongaarse staatsvijand, precies beweerd? De regering van Hongarije is al sinds 2010 bezig met het stelselmatig afbreken van de rechtsstaat. Volgens Sargentini breekt de Hongaarse regering de rechtsstaat af. Nou, laten we eens kijken of dat een beetje klopt. De premier van Hongarije is dus Viktor Orbán. Hij is geboren in 1963. Zijn vroege jeugd bracht hij door in het plaatsje Veldschut. En dan denk je, wat maakt dat nou uit in welk dorpje hij als kind woonde? Nou, dat dorpje, dat was ooit een gat van niks. Maar inmiddels is het een gat van niks dat extreem goed bereikbaar is. Want er ligt een gloednieuwe spoorbaan. Dat was een ideetje van Orbán. Het treintje in het bos blijkt vooral een prestigeproject van premier Orbán. Het rijdt door zijn geboortestreek. Elke dag op tijd, maar leeg. Dat zoek zit van morgen tot morgen voorheen en terug. Van nergens naar nergens en weer terug. Klinkt als een hit van Bluff. En het enige waar die Orbán spoorbaan goed voor is, is dat je zo kunt onthouden hoe je zijn naam uitspreekt. Dus dat is een leuke ezelsbrug, maar wel eentje die 2 miljoen euro EU-subsidie heeft gekost. Hij is dus gek op treintjes, maar zijn grote liefde is voetbal. En daarom heeft hij van belastinggeld een voetbalstadion laten bouwen. Hier staat hij, precies tegenover zijn eigen huis. En net als in die trein zit er in het stadion bijna niemand. In het stadion is plek voor 3500 toeschouwers. Ja, en dat lijkt toch wel wat overdreven als je kijkt dat het voor dit dorp is gebouwd. En hier wonen nog geen 1700 mensen. Meer dan 2 keer zoveel zitplaatsen als er mensen in dat dorp wonen. Ter vergelijking, dan zou de Johan Cruijff Arena 2 miljoen zitplaatsen moeten hebben. Super vet dit. Toch? Het zou wel balen als je bovenin zit. Oh, heb je die goal gezien? Nee, maar wel de golf van Biscayen. Nou, naast treintjes en voetbal houdt Orbán ook ontzettend van uitkijktorens. In Hongarije staan inmiddels 160 uitkijktorens die deels met EU-geld zijn gebouwd. En dat kunnen grote uitkijktorens zijn, maar in het dorp Bodrogerestoer werd EU-geld gebruikt voor een uitkijktoren van 11 centimeter hoog. Want volgens de burgemeester was er geen geld om hem af te maken. Kijk, als je daar op die toren gaat staan, oh, dan lijkt de hele wereld wel 11 centimeter kleiner. Oh. Oh, kijk, daar beneden lopen mensjes. Oh, hey man. Hey. En dit zijn heel dure hobby's van Orbán. Maar om echt de rechtsstaat te kunnen afbreken, zoals Sargentini zegt, dan moet je eerst genoeg macht hebben. Maar hoe vergroot je macht? Nou, wat helpt? Focus op 1 potentieel gevaar. En in het geval van Orbán zijn dat migranten. Je kunt hem niks vragen of hij begint over moslims en prikkeldraad. En dat werkt heel goed, maar daarmee haalde hij net niet de helft van de stemmen. Nou,
Daar hebben Orbán en zijn Fidesz-partij iets op gevonden. The Fidesz-partij has captured 2/3 of the seats with less than half the votes, thanks to a change in the electoral law. Ja, minder dan de helft van de kiezers koos Orbán en toch heeft zijn partij een 2/3 meerderheid in het parlement. En dat deed hij door een trucje met het districtenstelsel. Alsof Rutte zegt, de gemeentes Laren, Wassenaar en Aardenhout, daar tellen de stemmen vanaf nu dubbel. Supergaaf. Dat is een goed idee, dat gaan we doen. Supergaaf. Ja, dat zeg ik, supergaaf. Supergaaf. En als andere mensen dat dan tof vinden... Chapeau. Ja, precies. Dat... Orbán heeft het parlement dus in handen. Maar dan zijn er nog de rechters. En als je de rechtsstaat echt goed wil slopen, en geloof me, dat wil je, dan moet je daar ook wat aan doen. En daarom heeft Orbán de pensioenleeftijd voor rechters verlaagd, waardoor een heleboel rechters ineens konden stoppen met werken. Dat is super sympathiek. Maar wie mocht de nieuwe rechters aanstellen? Orbán zelf? Nee. De oprichter van zijn partij? Nee. De vrouw van de oprichter van zijn partij? Ja. En die stelt allemaal rechters aan die op de hand zijn van Orbán. Oké, dus Orbán heeft dus het parlement in handen, de rechtspraak. De enige die hem nog kan controleren is de pers. Kijk, als die maar goed kritisch is en steeds maar weer de misstanden in de krant zet, dan stemt er uiteindelijk niemand meer op Orbán. Zo werkt dat. Dus als je slim bent, en geloof me, dat ben je, dan neem je ook de pers over. En dat kan op een heel duidelijke Zimbabwaanse manier. Good morning, Zimbabwe. Maar dat valt veel te veel op. Dus Orbán doet het subtieler. Deze zomer werd er een grote zender in Hongarije, Hír TV, overgenomen door een vriend van Orbán. De overname van Hír TV laat zien hoe Orbán en zijn partij Fidesz naast de publieke omroep ook de commerciële omroepen proberen in hun invloedssfeer te houden. Een kritische talkshow werd meteen van de buis gehaald. De presentatrice ontslagen. De volgende dag was ze vervangen door haar. Door haar. Van de ene op de andere dag. Moet wel gek zijn, toch? Dat je gaat slapen met Rob Trip en dat je dan wakker wordt met de grote Klaas Dijkhoff Klaché Show. Goedenavond. Weet je wat ik echt niet vind kunnen? Moord. Dat moet je gewoon niet doen. En Hír TV is niet de eerste zender die in handen komt van vrienden van Orbán. Men like former Hollywood producer Andy Viner and old school friend Lawrence Mesaros are among a group of 14 Orbán allies who've collectively bought 11 radio stations, 20 television channels and close to 500 online and print organizations. Ja, en hoe werkt dat dan als Orbán aan de touwtjes trekt? We luisteren naar een journalist van de staatstelevisie die graag anoniem wil blijven. Maar ook weer niet zo graag dat hij dacht, ik kan me even mijn hele markante kuif naar achter. You can't write anything bad about the government. In the beginning, we used to get emails like, please do it like this, or please don't do it like that. Now he just shouts from one corner of the office. We can't put this in the news. It's against Viktor Orbán. Wauw. Moet je voorstellen dat hier in de studio, in de hoek, de baas van de publieke omroep zit en die roept, Arjen, wij maken hier geen grappen over Yvonne Jaspers. Dat is echt zo. Parlement en rechters en pers zijn dus nu in de handen van Orbán en zijn kliek. Kortom, staatsvijand Sargentini heeft best wel een punt. Laten we kijken hoe het onderzoek van Sargentini werd ontvangen op de Hongaarse televisie door hun eigen Péter R. de Hongaar. Hazugságok vannak a jelentésben, és ez magyarázható azzal, hogy Sargentini asszony hivatalos bizottság keretében alapos vizsgálatot Magyarországon nem folytatott. Ezekben a pillanatokban, amikor ez a nem is tudom micsoda, ebben a szép zöld pólóban, többször majdnem elájul a gyönyörtől, itt a körülötte lévő, hozzá hasonló lelki világú egyedek, pedig szinte igen, most még csókolgatnak. Walgelijk. Zoenen met individuen met vergelijkbare opvattingen. Gelukkig heb ik een extreemrechtse chick. Dus
Zo gaat het dus op televisie, maar ook online. Check deze website, Origo.hu, de één na grootste nieuwssite van Hongarije. Die site is een jaar geleden gekocht door een vriend van Orbán. En daar verschijnen nu bijna elke dag allemaal artikelen tegen Sargentini. Hier staat het Sargentini-rapport, een verzameling leugens. En hier laten we de grote Sargentini-leugen blootleggen. Of het rapport van Sargentini zet aan tot politieke wraak en is een heksenjacht. Ze halen echt alles uit de kast. Zo beweert Origo dat Judith Sargentini niet eens een diploma heeft. Maar dat is bullshit, Hongarije, want ze heeft een master in moderne geschiedenis met als specialisatie totalitaire systemen en democratie in Europa. Dat is... Ah! Gelukkig is er nog één nieuwssite groter dan Origo, de onafhankelijke website index.hu. Die is nog wel kritisch over Orbán, maar de vraag is voor hoe lang nog, want die nieuwssite is vorige maand ook gekocht door een vriend van Orbán. Blijkbaar zegt Orbán tegen al zijn vrienden: hey, zou je voor mij even een krantje kunnen kopen? Top, dankjewel. Oh ja, zo kan het ook. Ja, dankjewel. Ja. Dus Orbán kan redelijk vertrouwen op zijn mediavriendjes. Maar voor de zekerheid heeft hij ook nog een grote lastencampagne tegen Sargentini en het Europees Parlement opgezet. Kosten 6 miljard forint. Dat is omgerekend 18 miljoen euro. En dat is omgerekend 5,9 miljard forint. Ja, omrekenen kost ook geld, weet je. Dat is toch jammer. Zal ik het nog eens terugrekenen? Ja, ik wil het wel doen, maar het wordt er niet meer van, zeg maar. Nee? Oké, houden we het zo. Ja, oké. Die campagne die bestaat uit dit soort advertenties in kranten. Kijk, hier staat: laten we Hongarije beschermen tegen deze drie mensen. Nou, de rechts, dat is dus Sargentini. Links is Guy Verhofstadt, liberaal Europarlementariër en voorzitter van de Bond tegen Orthodontisten. En. En die opa in het midden, dat is George Soros. Dat is een centrale figuur in de grote complottheorie van Orbán. Soros die geeft wereldwijd miljarden uit om democratie en mensenrechten te promoten. Maar over hem ga ik niks zeggen, want hij betaalt dit hele verhaal. Dus, Nou, de anti-Sargentini-campagne zie je ook op Facebook en op de Hongaarse televisie. Stel, je zit goede Iduk, slechte Iduk te kijken. En dan komt opeens dit voorbij. Magyarországot azért akarják elítélni, mert a magyar emberek úgy döntöttek, hogy a mi hazánk nem lesz bevándorló ország. Az Európai Parlament bevándorláspárti többsége el akar hallgattatni minket, mert kerítéssel védjük hazánkat és Európát. Ne engedjünk a zsarolásnak. Védjük meg Magyarországot. Készült Magyarország kormánya megbízásából. Verrassend. Ha. Maar dit gaat wel heel ver. Ik begin Orbán steeds minder aardig te vinden. Kijk, oké, ik ga niet zo ver als iemand met rugpijn. Dictator is dan. Dictator. 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 Maar... Oké, ik pik dit niet langer. Ik snap dat Hongarije geen Nederland is en ik weet dat veel Hongaren dol zijn op Orbán. Maar ik snap ook dat Europa niet accepteert dat een halve dictator binnen de EU een rechtsstaat opblaast. En al helemaal niet als hij ook nog eens een fortuin uitgeeft om Judith Sargentini kapot te maken. Onze Judith. Judelicious. En ik ben hier ook klaar mee ook. En daarom heb ik ook een filmpje gemaakt. Niet voor 18 miljoen euro, maar voor 18. En deel dit filmpje vooral met je Hongaarse vrienden en je Hongaarse vijanden. Het is belangrijk om niet in je Hongaarse bubbel te blijven hangen. Dat is heel belangrijk. Zijn jullie er klaar voor? Ja! Oké, daar gaat-ie. U Judith Sargentini. Igen. Szép zöld pulóvert visel. És akkor mi van? Ne cseszegesd, Sargentini. Ugard le az Orbán vonatról, amely a semmiből a semmibe tart. Az EU nem csak a pénzről szól. Nem lehetsz az EU tagja, ha elpusztítod a saját demokráciádat. Gyere le a kis kilátódból, és nyisd ki a szemed. Egy másodpercnyi Sargentini több igazságot tartalmaz, mint két hónapnyi hírtévé. Ó, és említettem már, ne cseszegesd Judith Sargentini. Ezt az üzenetet a Sonderfett Lübach jóvá hagyta. Ezt az üzenetet nem egy üresen gondó labdarúgó stadion építéséből finanszírozták. Különben van diplomám modernkori történelemből, totalitáriánus rendszerek és az európai demokráciára specializálódtam. Délen Bájka,
gedaan. Dit was Zondag met Lubach. Heel erg bedankt voor het kijken. Veel plezier met je week. En tot volgende zondag. Boehoe, Joel. Vond je dit geen leuk filmpje? Klik dan hier. Vond je het wel leuk? Abonneer je dan de moeder. Meer zien? Ga naar npo3.nl/zondagmetlubach.